zeker doorgaan. Wat een vette plaat. En een hele bijzondere plaat. Jij zei net, Jasper, moest een traantje wegpinken toen die af was. Buiten de zendtijd, hè? Oh, ja, alles wat buiten de zendtijd is besproken, mogen we niet binnen de zendtijd. Nou, als je dat zo ziet, dan word je toch wel emotioneel. Nee, ja, dat klopt. Je krijgt er alweer een raar gevoel bij. Omdat er gewoon, je kan je al bijna niet meer voorstellen dat je met zoveel mensen op een plein staat. En dan te beseffen dat je dat dit jaar grotendeels moet missen, vind ik wel een heftig idee. Ja, dat is heel heftig. Maar gelukkig zijn ze in de studio, dames en heren. Vulgair, Jan en Jasper. Hey, we zijn blij. Eigenlijk wilde natuurlijk volledig Vulgair in de studio, maar dat gaat hem niet worden. Er zijn twee redenen voor. A, corona. En B, ze breken heel de hut af. Ja, je biervoorraad is ook eindig. Ja, dus we hebben het een paar keer gezien en we dachten van, dat is sowieso niet zo'n goed idee. Doorgaan gaan we het eerst even kort over hebben. Dat is jullie carnavalsknijter voor dit jaar. Met een hoop andere artiesten. Hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, we zijn eigenlijk vorig jaar op het nummer. Het nummer is van Spring Levend. En vorig jaar hebben we altijd onze carnavalsbus, hè, met vlammenwerpers en al. Dus we zitten 5 dagen altijd in een bus op weg naar optreden en optreden. En wij zitten altijd, wij zitten ook gewoon YouTube af te schrijven naar gewoon de meest weirde platen en alles wat maar voorbij komt. En op een gegeven moment kwamen we dit. En ja, je moet de originele clip ook maar een keer kijken. Die begint gewoon met echt een minuut lang rare shit. Dat wij dachten van oké, dit is best wel grappig. En daarna kwam er het nummer pas. En dat nummer is gewoon steengoed. Dus ja, op een gegeven moment, we werden getriggerd door die clip, door dat begin. Maar daarna, dat nummer hebben we denk ik op een gegeven moment al 5 keer per uur gedraaid. Gewoon 5 dagen lang. Dat het gewoon echt een steengoede plaat is. En uiteindelijk was, sinds september was al iedereen, elke gesprek ging over carnaval. Gaat het door? Zal het doorgaan? Ja, die plaat heet Doorgaan. Ja, toen was het 1 en 1 is 2. Ja, het is gewoon een goede plaat. Laten we daar iets mee doen. Hoeveel artiesten hebben we nou uiteindelijk meegedaan? Ja, was natuurlijk, we moesten echt per week moest het plan worden gewijzigd door die hele shitshow waar we in zitten. Dus uiteindelijk hebben we, de mensen die echt in de studio staan, daar zijn denk ik 6-7 artiesten of zo. Ja, die echt meezingen. Die echt meezingen. En dan hebben we gewoon onwijs veel mensen gemaild van, willen jullie mee in de clip? We hebben er dus ook nog wat Limburgse artiesten in gedaan, omdat we dachten, laten we het maar zo breed mogelijk dragen. Ja, want dat is een hele stap. Ja, dat is een hele stap. Hij wilde natuurlijk ook niet worden weggezet als mensen die een lied jatten. Dus laten we dan maar gewoon die artiesten er ook in doen. Oh ja, dat was de reden. Ja, dat was de reden. Het was niet om te verbroederen tussen de enige reden. Provincies. Nee, en wij hebben natuurlijk heel veel waardering voor onze Limburgse mede-artiesten. We zijn live, hè. Ja. Nee, dus ik denk wel echt 20, 30 of zo artiesten. Heel veel vrienden, weer nieuwe kennissen, mensen leren kennen in de carnavalswereld. Dat is echt perfect. Helemaal mooi. Ja, er is niks beters dan collab, samenwerking en een nummer voor je netwerk en om gewoon vette mensen te leren kennen. Nee, het was gewoon lachen. Maar ook gewoon dat iedereen zat ik wel op dat moment zeker rond. Het was rond de 11 van de 11. We waren eind oktober mee begonnen. We hebben het in 3 weken uit de grond gestampt. Dus dat iedereen ook, wat gaan we überhaupt doen met carnaval? Die is ook van, ga ik nog zelf een plaat maken? Dus eigenlijk was iedereen ook blij van, in ieder geval een initiatief. Iemand die zijn nek uitsteekt. En daar hebben we in ieder geval iets van om van je te laten horen. Dus ja. Want wat gaan jullie doen met carnaval? Die zijn er toch nog allemaal dingen uit de grond stampen. Dus we hebben nou voor onszelf hebben bedacht. Dus dat hebben we vrijdag. Is de line-up voor bij Omroep Brabant al bekend of niet? Mogen we al zeggen dat we daar... we hebben vrijdag iets te doen. Ja, vrijdag iets te doen. Met 3 uurkes. Mogen jullie met het volledige team naar 3 uurkes? Ja, nee. En dat is ook, en je moet er ook eigenlijk helemaal niet heen willen. Want het is allemaal natuurlijk zonder alcohol en zo. Dus speedtesten. Maar toch, weet je. Daar hoort Vulgair bij te zijn. En stem ook allemaal op Omroep Brabant. Want de beste kraker. De beste 11 krakers alle tijden. Tijden. Nou, in de top 5 staan er nu 2. Ik vond het jammer welke dat ze er maar 2. Welke staan erin? Stripke Veur en Grossi. Grossi. Okay. Hadden er natuurlijk veel meer in kunnen staan. Maar ja. Okay. Dus vrijdag doen we des middags. En dan gaan we s'avonds in groepjes bij Vulgaire leden thuis zuipen. En via de Zoom of Teams bingo. En dan bij elkaar blijven tukken. Nou, hebben we toch iets? Ja, dit is een heel uitgebreid en gedetailleerd plan wat hier live op de week komt. Dat is mooi. Ik zal het toch. En dan worden we zaterdag wakker. Croissantjes hebben we op de bijt. En zaterdag gaan we nog optreden bij een drive-thru. En dan zondag mag je aan is zondag. Zondag hebben wij gewoon... Ik heb gehoord dat er zondag iets moois gaat gebeuren. Dat is ook echt wel eens 2 dagen geleden in onze gedachten. En vooral die van Jeroen Rozenberg ontsproten. Van moeten we niet toch iets doen? Vulgair carnaval. Zullen we niet een concertje doen?
Dus toen heb ik gedacht, nou, oké, okay, weet je wat, is eigenlijk wel lachen, weet je wel. Er zijn natuurlijk al 100.000 livestreams, maar eigenlijk is er nog maar beperkt aan een livestream van echt een optreden, concert, gewoon echt gewoon alleen maar carnavalsmuziek live in de huiskamer. Dus dacht, nou ja, dat is wel lachen. En ik weet niet of we dat allemaal mogen zeggen. Ja, is er al een line-up van bekend? Ik ben heel benieuwd. Voor mij mag altijd alles. Ja, dus. Maar misschien, ja. We kunnen er wellicht kunnen er eentje. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, en even een trein roffeltje. Nee, dus, dames en heren, buren van de brandweer zijn erbij! Hey. En dat is op zondag met carnaval. Zondagavond, 11 over 8. Professionele studio geregeld. Studio en wordt... waar je gewoon alle vrienden van Amstel Live de hele avond wordt verzorgd qua muziek. €1,11 kun je ticket kopen, je kunt op ons Facebook vinden. En dan maken we toch nog een prachtige avond van. Tuurlijk, hè, die klote avondklok die blijft erop zitten, maar dan logeert iedereen wel bij elkaar. Maken goed idee. Thuis op de bank aan de drank. Dus dat is voor de zondag. En dan zit ons carnaval er een beetje op daarna, denk ik. Ja, ik ga weer aan het werk maandag. Ik denk, ja, iedereen gaat gewoon werken maandag. Ik heb geen idee. Ja, iedereen heeft wel vrij volgens mij. Maar ja, je moet er ook niet nog meer van willen maken dan je kan. Nee, dus. Want het is beperkt wat er kan. Ja. Dus je moet er het mooiste van maken. Ik heb al een leuk feitje hebben we boven water gekregen. En dat is op YouTube heeft Grassy de meeste views. Ik weet niet of jullie dat weten. Ik had net hadden we het over YouTube en jullie zeiden, hoe wat? Ik was bang dat het Clown Bassie zou zijn, maar... Het is heel lang onze auto rijdt op alcohol geweest. En hij is net pas ingehaald door de Grassy. Dus dan is heel mijn vraag verpest. Want mijn vraag was, weten jullie welke video er op de tweede plaats staat? Want voor ons was het echt... openbaring dat deze bizar, was. Hè? Ja, dit is gewoon de beste bekeken YouTube-clip van Clown Bassie. Hij heeft heel veel filmpjes van Clown Bassie, maar ja, omdat dit is het enige liedje volgens mij van Clown Bassie wat op YouTube staat. Dit was echt met Clown Bassie. Ja. Dus ja, jullie hebben met Clown Bassie in de studio gezeten. Ja. Hele sympathieke man. Is dit live? Ja, dit is live. Maar ik was met Clown Bassie. Ja. En dat idee was van, we maken de plaat met Clown Bassie. Heeft totaal niks met carnaval te maken. Nou ja, dat nummer vonden wij wederom briljant. Ooit gevonden op YouTube. En dat was van hem. En we dachten, ja, we kunnen hem toch gewoon benaderen. En kijken of we daar een carnavalsplaat van kunnen maken. En dat is toen gelukt. We wilden het eigenlijk gewoon coveren. En toen hadden we een mailtje gestuurd naar het management van Clown Bassie. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld. Hey Jan met Clown Bassie! En ik dacht, nou, ik word er zijk genomen. Maar toen had ik hem echt aan de lijn. Zegt hij, ja, superleuk idee. Jasper, hou even je bek. Ja, hij zegt, ja, superleuk idee. Gaan we doen. Terwijl wij hadden het idee van, mogen we dat nummer gebruiken om daar iets zelf van te maken. Wij wilden het samen doen. Ik zei, nou, vooruit. Dus ja, toen zit je ineens met 15 man in de caravan van Bassie en Adriaan. Ja, dus dat is wel legendarisch. En dat hij dus de meeste views heeft op YouTube, dat hadden wij echt nooit verwacht. Ja. We zijn van heel veel platen fan, maar het is niet dat hij deze elk weekend draait, zeg maar. Het is ook niet ons, ons meesterwerk. We zijn daarna wel ook wel professioneler geworden. Ook, ja. Maar hoeveel platen productie hebben jullie al uitgebracht? Niet eens. Echt heel veel. Want eerst nog met de heer Smulders. Ja, we zijn natuurlijk heel slecht. We hebben ooit zeg maar maandagavond Schrobbelair, dinsdagavond Schrobbelair, woensdagavond Schrobbelair. Maar ik had hoofdpijn, dus ik nam Schrobbelair. Dat was onze eerste plaat. Ah, die kennen jullie niet eens. Die wel kunnen waarderen namelijk. Dat is echt, dat ligt weer in jullie straat. Ik denk, wij bestaan nu... 15 jaar? Dus ik denk 15 platen, ja. Maar gaat er dan tijdens Vulgaire in Concert volgende week zondag, komen al die platen voorbij? Of is dat... Zullen we de kijker niet aan doen? Nee, we maken wel selectie. Alles boven de 500.000 views YouTube, zoiets. Oké. Okay. Wat is voor je, volgens jullie de meest onderschatte carnavalsartiest? Dat is een moeilijk, hè? Is dat een kijkersvraag? Dat is geen hele kijkersvraag, ik komen daar pas. Nou, ik vind sowieso, kijk, we zijn nou eigenlijk sinds vorig jaar ook een beetje in Limburg beland. Ik vind eigenlijk is het bizar, in Limburg worden wel steengoede platen in Limburg uitgebracht, maar die komen dus Limburg niet uit. En omgekeerd komen we Brabantse carnavalsplaten Limburg niet in. Nee, maar Brabantse carnavalsplaten gaan wel heel Nederland door. Ja, echt, precies. België, dus daar zitten echt pareltjes. Maar in Limburg zijn echt een paar echt goede nummers bij. Nou, dat is eigenlijk bizar dat die platen niet heel het land doorgaan, inderdaad. Nou, bijvoorbeeld Groeten uit de Feesttent, dat was dus gewoon de winnaar van het LVK en dat wordt dan wel meteen gecoverd. Dus het wordt nu ontdekt, maar eigenlijk moeten die... En Fabrizio heb je natuurlijk met Groetenwisser, die komen dan... Maar het zijn weinig platen die we... Ja, als je dan onderschat kan vastzetten, dan vind ik echt zeg maar de Slime, Jijmie, Erdappels, dat soort nummers. Die vind ik wel echt heel goed. En die worden in de top 11 van de omroep. Ja, straks. Maar die worden toch niet veel gedraaid, laat ik zo zeggen. Eens. Oké, dan gaan we inderdaad door naar de kijkersvragen. En dan beginnen we met Pret met Face Fred. Dat hebben jullie net gehoord. Ja, ik denk dat jullie hem ook wel kennen.
Ja, zeker. Fred van Ginkel. En die vroeg, ja, ik had hem volgens mij van de week al doorgestuurd aan jullie. Daar ben ik er wel grappig van. Is er ooit iemand van jullie vreemd gaan met een vriendin van een ander lid van Vulgaire? Vrij specifieke vraag. Ja, we hebben hem nog in de groep gegooid, maar niemand kon het zich meer herinneren. Oh, nee, dan is het niet zo erg. Oké, dan gaan we door. En dan hebben we Angie Smol. En die vraagt, hoe komen jullie bij de intellectuele tekst en waar halen jullie de inspiratie vandaan? Nou, uit het leven gegrepen. Huh? Dat is toch, je gaat een keer naar de kapper, je gaat een keer naar de snackbar. Nou, wat we wel doen is dat we zeg maar, de carnavalshit van het jaar wordt eigenlijk geboren al het jaar daarvoor in de bus. Omdat je dan aan het zuipen bent en woordgrappen maakt en dan onthoud je die. En dan, ik moet even lachen, want ik zie ineens... Dus, en dan onthouden we die en dan gaan we dat jaar daarna mee verder. Maar ja, het is gewoon zuipen en dan brainstormen en dan uiteindelijk kom je toch op een dubbelzinnige tekst uit. We hebben natuurlijk ooit een keer met jullie een sessie mee of een aantal sessies mee mogen maken. Ja. Maar ik geloof dat we 2 sessies hebben gehad. En toen was het er en toen zeiden jullie van wij pakken dit stuk en wij pakken dat stuk. En dat ging super snel. En ik vond het ook wel grappig. Kijk, wij hebben natuurlijk heel veel teksten over pils en ook wel over... En jullie hebben weer een andere kaliber. En dan mixten we weer zo lekker in elkaar. En daar kwam dan... Oh, ja. Want alles kan kapot. Volgens mij zijn we daarop gekomen. Ik probeer het nu even boven water te krijgen. Maar China. En dan ging het over AliExpress. En ja, dat ze leuk dat ze troep maken. Ja. En nou, misschien moeten we kapot. En toen was alles kan kapot. Dus dat bruggetje was eigenlijk... Ik denk dat niemand daar ooit zeg maar, de achterliggende gedachte nee, nee, nee. En dat is mooi. Want je hebt heel vaak bij nummers dat er dan toch nog mensen denken... Hey, is dat daarmee bedoeld? Ja. Dus dat is mooi. Ja, hoe het ontstaan is vooral. Ja. Dat je denkt, dat vind ik heel grappig. We hebben een paar of-ofjes. En jullie mogen tegelijk antwoorden, los van elkaar. En dan met een korte uitleg. Ferry van der Zanden of Fred van Buschoten? Ferry van der Zanden. Of? Ja. Of ik vind Fred van Buschoten leuker. Maar ja, daar zit dezelfde man achter. Dus, ja. Okay. Maar qua karakter. Oké, okay. We gaan naar de volgende boeien. Lamme Frans of Vieze Jack? Zeker Lamme Frans. Ja, dat is een goede vriend van jullie geloof ik ook. Hè? Muziek maken of optredens doen? Die vind ik bij jullie wel heel goed passen. Optredens doen. Ja, optredens doen. Zeker optredens doen, ja. Wat is het meest bizarre? Ik heb het idee, ik heb een paar optredens van jullie meegemaakt. Dat wij voor of ja, vaak na jullie stonden. Groot en klein. Ja. En ik heb het idee dat er bij jullie altijd wel sowieso een stage manager helemaal over de zeik is. Ja, dat standaard. Ik denk, er was ook een keer bij Wailand. Dat we op een gegeven moment, daar hadden ze allemaal opblaas krokodillen en opblaas shit backstage liggen. Dat, en een rol duct tape. Dus toen hebben we op een gegeven moment echt 2 minuten van het optreden een van onze leden, Luc, met duct tape en een opblaascocktail aan elkaar getaped. En daarmee zeg maar, en dan stonden echt stage barriers stonden op 2 meter afstand. Dus dat was echt link. Maar gewoon op een gegeven moment hebben we hem dus zo het publiek ingebonjourd. En dan zag je op een gegeven moment gewoon tot achteren in de feest en zag je die opblaascocktail zeg maar voorbij vliegen. Ja, dat soort dingen. Ik kan me nog goed herinneren dat wij zeg maar Wailand, we hadden dat anthem gemaakt en we mochten die presenteren. Dat was op Wailand Outdoor. Dat was sowieso al een groot... fiasco met die Chinese backstage en dat iedereen dacht, wat zijn dit voor meloten? Maar toen was zeg maar het moment daar, wij mochten Wailand openen met de anthem. Wij stonden met z'n allen op die trappen, wij stonden vooraan, want wij moesten natuurlijk naar die DJ-boot en jullie stonden daarachter. En ik weet nu dat die stage manager echt helemaal in paniek zei, jullie moeten nou kappen met dat bier moet weg. Dus wij allemaal netjes ons bier wegzetten, jullie met z'n allen, flikker op, we nemen bier mee op het podium. En toen zei hij ook nog tot overmaat verand tegen ons, ja maar jullie mogen wel drinken. Ja. Dus ja. Dat is wel een beetje hoe jullie bekend staan. Ja. Ja, nou, het organiseerde chaos, want het vond ons niet asociaal, maar nee, het is altijd een beetje het laatste voorbeeld denk ik was Paradiso, Amsterdam. Of nee, Paradiso, nee, Melkweg. Dan weer de Melkweg. Toen hebben we op een gegeven moment kregen we geen pils meer op het podium. Terwijl het was een oprecht zo boos. Ja. En als we gewoon een microfoon gepakt zeg, dan gaan we staken. Dan gaan we nu gewoon staken, gaan we gewoon op de grond zitten. En zij bleven maar de muziek instarten, maar wij zongen gewoon niet en gaan zitten. Toen kregen we uiteindelijk toch allemaal pils en toen zijn we begonnen. Dus ja, dat vind ik een goed statement. Grossie of speciale frikandel? Grossie. Ja, Grossie. Ja. Doorbraak. Ja, dat is jullie lievelingsnummer? Ja, daar is ook wel... Het is niet mijn lievelingsnummer om te zingen, maar het is wel het nummer wat ons, denk ik, heeft gebracht waar we nu staan. Ja. Oké. Okay. Nummer 1 hit of top 1000? Een plekje. Ja, nee, nummer 1. Nummer 1 dan, ja. Dat is wel heel leuk. Vul of geren? Vul. Ja, sowieso. Ja, dan rest mij nog een laatste vraag. Tenzij jullie nog iets op willen brengen.
Nee, we zijn nog bier, dus we krijgen weer hier backstage. Maar vertel. Ja, gaan we volgend jaar weer aan de gang. Dus volgend jaar carnaval wordt het weer zoals het was. Ja, ik denk eerder zelfs. Ik denk eerder zelfs. Want wat mij betreft gaan we niet wachten tot volgend jaar om weer carnaval te vieren. Je hebt bijvoorbeeld in Tilburg al een zomercarnaval klaarstaan of zo. Ja, ik ga daar niet... We gaan volgend jaar, het liefst doe ik volgend jaar dan 10 dagen, maar als we daarvoor al een keer met z'n allen kunnen gaan zijn. Maar heeft dat dan hetzelfde sfeertje? Ik vind wel, mijn carnaval moet het koud zijn. Nee, dus volgend jaar inderdaad weer volle gas carnaval, dubbel en dwars, maar daarvoor zou ik toch ook al een soort, laten we het gewoon het voorseizoen van carnaval nog langer. 11-11 doen of zo, of ja, nee. Dat is zeker even een inhaalmoment. Ja, mooi. Goed om te horen. En wij hopen natuurlijk ook dat dat weer plaats gaat vinden. Dat jullie weer met die bus, met die vlammenwerpers rond kunnen toeren. Wij vonden het echt een eer om met jullie een plaat te maken. En dat jullie hier vandaag zijn. Super gaaf. We gaan door naar de volgende artiest. Dank Vulgaire, bedankt. Wat jullie nog krijgen trouwens van mij, voordat we gaan afronden, is onze Make Brabant Feest Again merch. Ja, Donald Trump is natuurlijk niet meer de president, maar dat was nog niet bekend toen we deze campagne starten. Veel dank. Ja, kunnen jullie mooi in slapen. De volgende artiest, ja, die man die host volgens mij elk weekend gewoon nog van tap naar tap. En hij is speciaal op een motorbike uit Oostenrijk komen rijden, want op dit moment gaan er geen vluchten. Maar hij is er bij Ekkesbuurten met de buurtjes. En het is een internationale vriend. Hij is op TikTok super, super, super gaaf. Dus ik zou zeggen, daar moet je hem zeker even volgen. Want wij lachen elke vrijdag ons helemaal suf om de video's van deze man. Zijn laatste plaat heeft hij niet opgenomen in de studio, maar in de schuur. Die gaan we dan ook draaien. En het is tijd voor de volgende artiest. Hij staat al klaar, Ymer Hanzi.